Hallo allemaal. Voor 7 muzikale talenten in het noorden van het land is het een heel bijzondere dag. Ze doen mee aan de regiofinale Noord van het Prinses Christina Klassiek Concours. Hier in de Oosterpoort in Groningen gaat het gebeuren. Hier treden ze op. En nu er geen coronaregels meer zijn, zitten er ouders en andere familieleden in de zaal. Verder is er een jury en staan er camera's. De kandidaten doen natuurlijk mee om mooie prijzen te winnen en misschien zelfs wel een plekje te bemachtigen in de nationale halve finale. Hallo. Hi. Welkom. Dankjewel. Wie ben jij? Ik ben Luna. En wat kom je spelen? Ik ga het eerste deel van het eerste vioolconcert van Prokofjev spelen. Op viool dus? Ja. Ja. Waarom heb je voor dit stuk gekozen? Toen ik klein was ben ik meegenomen naar het ballet Romeo en Julia van Prokofjev. En ja, sindsdien hou ik echt heel erg van zijn muziek. En ik wilde oorspronkelijk het tweede vioolconcert spelen, maar mijn docent vond het een goede uitdaging. Dus daar ben ik me nu helemaal ingestort. Maar wat trekt jou dan precies in dit stuk? Nou, de verschillende klankkleuren spreken me echt heel erg aan en daar heb ik hard aan gewerkt. En de romantiek, maar ook de weemoed die erin terug hoort. Hoe ga je dat aan ons laten horen? Nou, ik ga mijn best doen om het publiek dat er is gewoon hele fijne 10 minuten te bezorgen. En ik hou erg van muziek en die liefde wil ik overbrengen. Gaan we straks ook al die verschillende klankkleuren dan terug horen? Nou, dat hoop ik. Veel plezier en toi toi toi. Dankjewel. Thank you.
Je hebt het gedaan. Ja. En hoe voel je je nu? Ik ben heel blij. Tot nu toe ben ik, ik ben gewoon tevreden. En ik hou heel erg van muziek. En ik hoop dat ik die liefde heb laten horen. Dus, En hoe je je nu voelt? Ben je moe, voldaan? Nou, een beetje moe. Het is nooit erg opgelucht. Was je toch wel een beetje gespannen? Gezonde spanning. Ik denk dat dat er ook bij wordt. Als ik het niet zou hebben, zou er iets mis zijn. Kon je het wel een beetje loslaten terwijl je aan het spelen was? Ja. Mijn docent zegt altijd, denk terwijl je speelt. En dat doe ik ook, maar je moet het ook, uiteindelijk moet je het loslaten. Denk terwijl je speelt? Ja, denken over van alles wat je, wat je beleeft. En wat op die passage overgebracht moet worden. En wat nu toch wel anders was dan anders, was dat er camera's stonden. Ja. Wat heb je daar nog van gemerkt? Nou ja, natuurlijk is het even wennen. Mensen die op het podium lopen, dat is niet wat je gewend bent. Maar als je in je eigen wereld bent gedoken, wat ik ben tijdens een concert geven, dan let ik daar ook niet meer op. Dus ja. Wat een optreden, hè? Op 27 maart om 11 uur worden de prijzen bekendgemaakt op het YouTube-kanaal van het Prinses Christina Concours. En dit was alweer de laatste regiofinale van dit klassiek concours. Heel veel plezier bij de nationale halve finale op 2 april. Dag!